Kijk, weet je wat het is? Veel mensen zijn gewoon niet real. Iedereen doet heel aardig, maar iedereen gaat gewoon voor zijn eigen shit. En dat merk je gewoon veel. Lady, je zit in Biertalk. Yes. Spannend? Spannend. Een beetje wel misschien. Nou, we gaan beginnen met luiheid. Een van de 7 zondes. Even kijken hoor. Ja, in de hip-hop scene zijn helaas nog niet heel veel vrouwen doorgebroken. Dus eigenlijk jij en Latifah die over het algemeen de scene domineren qua vrouwen. Maar in Amerika is het dan weer zo dat Cardi B en Nicki Minaj niet echt lekker gaan samen. Best wel beef. Hoe zit dat tussen jou en Latifah? Latifah en ik zijn wel cool. Vind ik ook wel tof. Er zijn weinig vrouwen die echt cool met elkaar zijn en die elkaar steunen. En ik vind het wel tof dat zij ook iemand is die voor vrouwen staat. En dat wij gewoon laten zien van, it's woman's world. Ja, en ja, kunnen we dan ook een samenwerking verwachten? Ja, zeker wel. moet ook wel, ja. Ja, maar ja. Hoe gaat dat dan? Ik bedoel, wie praat dan met wie? Wie praat met wie? Nou, we DM'en elkaar, we hebben elkaars nummer, we kunnen elkaar zelf connecten. Mm-hmm. Het kan via managers gaan, maar het kan ook gewoon zo tussen ons gaan. Het ligt er eigenlijk aan wie het zelf wil. En wie wil het iets liever? Denk wel alle twee. Nou, ja, hoop ja, ik, hè? Ja, nee, ik kan niet wachten. We gaan door naar, even kijken, jaloezie? Ja. Op Instagram heb jij een foto geplaatst met de volgende caption. Maakt niet uit hoe ik ren, bitch, ik spring in die Benz. Ja. Dat heb je zelf geschreven. En een reactie daarop was dan weer, je kan er beter van maken dat je op die dik van Esco springt. Ja. Ja, dat willen ze allemaal heel graag zien natuurlijk. Ja, maar merk je dat er veel haat is in dat opzicht? Ja, op zich, op mijn eigen Insta merk ik het niet zo heel veel. Mm-hmm. Maar op andere Insta, bijvoorbeeld op de 101 bars of zo, dat er iets uitkomt, weet je. Dan merk je wel wat haat. En op YouTube ook. Maar op mijn eigen Insta niet heel veel. Behalve deze dan? Ja. Af en toe zie je er gewoon eentje uitvloepen, daar niet van. Ja, maar wat vind je daar dan van? Want eigenlijk zeggen ze gelijk... Ja, heel zielig eigenlijk. Heel zielig. En ik hou me daar eigenlijk niet zo mee bezig. Het was eerst wel in het begin dat ik dacht van, hey, Saan, ik moet reageren, man. Maar je weet toch, ik hou het heel rustig. Ja, want jij gebruikt ook in je nummers woorden als bitches. Nou goed, dat doet volgens mij iedere rapper. Ja. Maar je zegt dat je ook inderdaad pro-vrouwen bent. Komt dit dan, klopt dit dan of is dat ook een beetje tegenstrijdig? Nee, het klopt wel eigenlijk. Ja. Omdat sommige mensen zeggen van bitches is misschien een negatief woord voor vrouwen. Ja, weet je, iedereen vat het op hoe je het wilt. Ja. Ik kan ook een boy gewoon een bitch noemen. Een bitch nigger, een bitch boy, een bitch papi, een bitch. Alles. Bitch. Ja. Gewoon alles bitch. Ja, toch? Het gaat gewoon voor beide, vind ik. Nee, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja, toch? Dan hebben we de categorie woede. Want we zijn even aan Facebook doorgespit. En daar kwamen we een post tegen. Die zei, daar blijven met je schijnheilige kutgedrag. Voordat ik je dadelijk een schijnheilige kutklap geef. En die schijnheilige kutkop. Hashtag dank je. Oeh, dat is lang geleden sowieso. Ja, maar waar doelde je hierop? Ja, wow. Dat is vast wel weer iets doms geweest. Dat ik even dacht dat iemand een vriend of vriendin was en uiteindelijk achteraf toch shit lulde en waardoor ik dacht van, wil je schijnheilig doen? Moet ik je schijnheilige klap geven? Moet ik, snap je? Mm-hmm. Het was vast wel weer iets dat ik even dacht, en het kon het niet houden. En is het maar dat je impulsief bent en het gelijk gewoon uitgooit? Het ging snel, ja. Het ging snel. Ik had wel echt vaak van dat soort momenten dat ik dacht van, het moet eruit, je weet toch? Maar... En worden die momenten dan ook meer nu je zeg maar bekender wordt? Juist minder. Minder? Ja, oké, meer misschien in mezelf, maar minder dat ik het ga uiten of ga typen of, weet je, dat helemaal niet meer, nee. Maar wel meer in jezelf, dus meer mensen die inderdaad, die schijnheilig zijn misschien. Ja, het wordt wel meer inderdaad. Veel mensen die zich voordoen alsof ze met me zijn, maar niet met me zijn. Oké, vind je dat dan jammer, dat een de keerzijde misschien is? Ja, meestal is het wel jammer, ja. Ik vind het meestal wel jammer, want ik ben iemand... ik hou gewoon van echte real love, weet je? Dus ik vind het wel jammer dat je je dan voordoet met neppe love en fake shit en zo. Dat vind ik wel jammer, ja. Ja, dat is heel begrijpelijk. We gaan door naar hoogmoed. Want wat je dus net al zei, je wil graag dat mensen real zijn. En je vindt het ook belangrijk om zelf dus zo real mogelijk over te komen. Yes. Maar op jouw Instagram staat een hele selecte aantal foto's. Zeg maar, verwijder je ook wel eens posts? Ja, en ja, eigenlijk wel, ja.
In het begin was het zo van, kijk, voordat ik eigenlijk ging rappen, je post maar wat, weet je. Dat heeft iedereen wel voor je ergens een serieus ander leventje mee start. Mm-hmm. Dan gooi je gewoon van alles erop, weet je, je dit, je dat, heel snel. Je denkt er niet echt over na. En nu vind ik het wel belangrijk dat ik gewoon scherpe foto's heb, kwaliteitsfoto's, iets wat... Weet je, niet zomaar iets meer, ja. Zeg maar. Maar er staan er echt een stuk of 6 op of zo. Is weinig, hè? Ja, dat is wel weinig. Dat is ook weinig. En kijk, dit soort dingen bespreek ik eigenlijk ook vaak met Esco. Dus hij is een beetje de creatieve kant. En dan bespreken we van, weet je, als je dit even weghaalt... dan is er meer oog op de nieuwe post, zeg maar. Dus, ja. Maar en hoeveel ben jij dan naar je fans toe, zeg maar? Naar mijn fans? Ja, ben ik gewoon echt 100% real. Want wat krijgen ze dan van jou te zien? Waar ligt die grens? Wat krijgen ze van mij te zien? Ja, ik ben geen vlogger of zo, dus nee. We houden het wel, maar het privé is, blijft wel privé, maar ja. Ja, wat krijgen ze te zien? Ik ga gewoon live ook met fans, weet je, ik geef ze de volle aandacht. Ja, naar mijn fans ben ik wel gewoon real, want ik vind wel dat ze ook gewoon real naar mij toe zijn. Want wie is er volgens jou niet real dan, in de scene? Er zijn veel mensen niet real, ik weet niet precies wie, specifiek. Volgens mij weet je wel precies wie. Nou, niet echt eigenlijk. Nee? Zou je niet een naam kunnen noemen? Een naam noemen? Nee, niet specifiek, man. Kijk, weet je wat het is? Veel mensen zijn gewoon niet real. Iedereen doet heel aardig, maar iedereen gaat gewoon voor zijn eigen shit. En dat merk je gewoon veel, ja. Weet je? Alles draait om die persoon zelf, maar neem ik ze ook niet kwalijk. Want alles draait ook om mij, bij mij. Dus ja, dat is wel een beetje normaal. Oké, dan gaan we door naar, even kijken hoor, gulzigheid. Want, oh ja, dat is leuk. We hebben een nummer gevonden van jou, van way back. Daar kunnen we, gaan we nu naar luisteren. Luisteren? Ik heb een airport en ik blijf kaki tot mijn airport. Wat ben je leuk om te horen, dit? Nee? Eigenlijk wel, maar ook weer niet. Dit is een goede vraag. Wat ik leuk vind om te horen is hoe snel ik ben gegaan, hoe... Ja, welke kant ik ben... Ik zie gewoon echt verbetering, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Ik zie echt de stappen van... Wauw, zo was je vroeger, maar... Weet je, door dat soort dingen eigenlijk, ik mag het niet uitlachen hoor, maar door dat soort dingen ben ik wel gekomen waar ik nu ben. Ja. Dus ik heb gewoon wel lof voor dat eigenlijk. Ja, het staat ook nog steeds online. Dus ja, maar dat vinden. Moet eigenlijk wel erop. Ik ga even kijken wie erop heeft gezegd. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dan zijn we wel weer toe aan ijdelheid. Ben je eigenlijk een beetje ijdel? Veel met je uiterlijk bezig wel, hè? Ja. Met je haar ook. Nu wel wat meer, inderdaad. Je nagels zien er altijd on point uit. Shout-out naar Honey. Sowieso. En je hebt over het algemeen grote mannelijke aanhang. Maar ja. Ook vrouwen, zoals rappers als Poke, Jermaine, Niffer en Woenselaar reageren ook op je. In hoeverre speelt je uiterlijk hiermee, denk je? Met dat? Mm-hmm. Mm. Ja, ook wel veel eigenlijk. Ja? Ja. Dat zeg je zelf. Ik hoor ook wel gewoon vaak van, oh ja, je bent echt een mooi meisje. Ik denk dat als ik wat lelijker was, dat ze me misschien minder zouden steunen. Ja, uiterlijk zegt veel, hè? Dat zeker. Ja. Ja. Vind je dat dan chill? Of denk je van, want je hebt ook een vriend natuurlijk. Ja, vind ik het chill. Ik vind het gewoon tof dat ze me steunen. En gewoon om die love te zien, dat is gewoon super fijn. Ja. Ja, het motiveert me ook wel. Want jouw vriend, ik had een foto op Instagram gezien, die is echt breed. Ik vond hij is echt breed. Ja, dit is een gym. Maar ik zou geen ruzie met hem zoeken. Hij is op gym, maar dat denken veel mensen. Ja, hij is gewoon flexie. Maar is het dan zo dat hij het leuk vindt dat jij nu met al deze mannelijke collega's, zeg Kijk, maar... leuk is anders. Maar hij gunt me gewoon het beste. En we communiceren veel. Hij staat gewoon 100% achter mij. En ja. Ik sta ook 100% achter hem. Hij is bezig met dingen van gym. Hij is echt een gym life boy. Mm-hmm. En op een gegeven moment, als je goed kijkt van die gym boys, die moeten ook met... vrouwen video's maken. Dus hey, hoe vind ik het? Ja, wat vind Niemand jij dan vraagt dan hoe ik het vind. Ja. Maar ja, je weet toch, we staan achter elkaar. Nee, want het ene is meer mannenwereld misschien. En daar word jij dan ook soort van een beetje voor de leeuw gegooid soms. Maar zoals ja. In een sessie. Ja, klopt, dat wel. Ja, hoe vindt hij dat? Eerst vond hij het wel moeilijk. Mm-hmm. Maar ik communiceer veel met hem. Ik neem hem af en toe mee. Hij kent mijn team, zeg maar. Dus ik vind het ook wel belangrijk dat hij de vaste mensen kent. Ja. Ik ga niet zeggen, hey, dat is rapper die, dat is die. Nee, maar gewoon mijn team. Dat vind ik wel belangrijk. Dat ik over bijvoorbeeld een Woenselaar of Esco of weet ik veel wat... over hun praat, dat hij weet wie het is. Of weet je? Ja. Dus het is gewoon veel communiceren. En dan is het wel, komt het wel goed eigenlijk. En morgen komt je sessie uit. Niet te vergeten. Ja. Ja, als het goed is, heb je die al beluisterd als je deze video kijkt. Dus dat is fijn. Ja.
Wat een leuke video was dat weer. En dit is dan het moment dat ik een leuk grapje maak om jou vervolgens door te verwijzen naar een nieuwe video. Dus klik hierboven voor een nieuwe video. En klik hieronder om te abonneren op het kanaal. Mis je nooit meer wat. Wat wil je nog meer? Vakantie bijvoorbeeld, of vanille-ijs, of chocola. Maar in ieder geval abonneren. Doe dat nu. Doei!